Audi weten ze inmiddels wel hoe je een goede, succesvolle zakelijke sedan moet bouwen. De vorige A6 was tijdlang best verkocht in zijn segment en nu is de nieuwe in Nederland. En de grote vraag is natuurlijk, is die net zo goed? En dat zoeken we uit met een BMW 5-serie. Sinds 1 jaar de maatstaf in het segment. Ik weet natuurlijk best dat wat betreft rij-eigenschap die BMW 5-serie zo goed als onklopbaar is. Maar dat is niet alles wat telt. Er is natuurlijk meer in het leven. Dan denk bijvoorbeeld aan een interieur. Daar zit je toch de hele dag in. En dat is hier echt prachtig voor elkaar. Mooie materialen, uitstekende afwerkingen. Je hebt gewoon het gevoel dat je in een A7 Sportback zit. Want je weet natuurlijk van tevoren als je in een nieuwe Audi stapt hoe die rijdt. Daar is Audi misschien saai in, maar het is wel consequent. Het is erg opgepoetst, gepolijst. Een beetje te perfectionistisch en daardoor wat gevoelloos. Aan de andere kant, deze A6 heeft luchtvering. Dat betekent dat ik hem een standje sportief kan zetten. En dat in combinatie met die 3 liter TFSI, S-Tronic en Quattro betekent dat je gewoon lekker heerlijk kunt boenderen hoor. Dan zeggen ze wel eens dat Audi's veel op elkaar lijken, maar deze 5-serie lijkt ook wel weer veel op een 7-serie. Is dat erg? Nee, helemaal niet. En trouwens, koop je een BMW wel om het uiterlijk? Volgens mij koop je een BMW vooral voor het rijden, want dat is gewoon voortreffelijk. Deze auto is nu al 1 jaar op de markt en ik word telkens weer heel erg blij als ik in een nieuwe 5-serie stap. Dat ding dat stuurt zo goed, zo direct, zo vlezig. Je kunt er perfect in bochten plaatsen. Die wegligging, fantastisch. Ja, en een auto in deze klasse, die moet gewoon achterwielaandrijving hebben. We gaan nu op pad met een 535i met een adaptief onderstel, maar eigenlijk heeft hij dat niet eens nodig. In de basis is het al zo'n goede auto. Dat soort kunstingrepen, laat ze maar gewoon weg hoor, op een BMW. Ja, die motor, dit is de 6-in-lijn turbo, de 535i, meer dan 300 pk. En deze 6-cilinder blijft gelukkig ook. Ja, en dat hoort gewoon bij een BMW. Ik moet er niet aan denken straks een 5-cilinder met een 4-cilinder turbo te rijden, maar misschien ga ik daarin wat ver. Maar deze motor, samen met die achterstapsautomaat, helemaal goed. Oké, dat is ook een hartstikke leuk, die fantastische rij-eigenschap van die 5-serie. Maar ik denk als je naar het totaalplaatje kijkt, dat die Audi op zijn minst griezelig dicht in de buurt bij jouw BMW komt. Je hebt een heel mooi afgewerkt interieur en natuurlijk quattro-aandrijving. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn, maar op de een of andere manier, die Audi maakt niks in me los en dat doet deze wel.